Wie waren echt de autogekken? Zlatan, echt een individu binnen een teamsport. Mido, die gingen dus wedstrijdje doen. Dan had er één de nieuwe Porsche gekocht. En dan stonden ze onder de douche. Dan zag Zlatan heel stil zijn haar was. En de volgende dag kwam Zlatan dan met die nieuwe Porsche. Ik heb ook gekocht, kijk. Ja. Heb je 8 dagen in een bos geleefd? Ik ben zelfs op trainingskamp gegaan. Elke dag trainen, alleen maar een bakje rijst per dag. Jij hebt gewoon al op rijst geleefd voordat we erheen gingen. Welkom en tof dat jullie allemaal kijken naar Day One. Ik vind het heerlijk dat jullie er weer zijn, maar voordat we verder gaan, let op, dit is het aantal dat wel geabonneerd is en dit is het aantal kijkers dat niet geabonneerd is. Doe het even, alsjeblieft. Ondertussen komen de auto's langs, hallo, en hebben wij weer een nieuwe aflevering van de Auto Van voor jullie. Dit keer met ex-topvoetballer, hij heeft onder andere bij Ajax gespeeld en FC Twente, Jan van Halst. En we kennen hem natuurlijk nu van Expeditie Robinson, want hij is net als ik op dit moment te zien in Expeditie Robinson. Stap in de auto, let's go. De Auto Van, day one. Gordels om? Gordels om, altijd in de Auto van Halst, gordels om. Ja, wat voor, ben je een agressieve rijder? Nee, eigenlijk totaal. Nee? Nee. Ja, ben je rustiger geworden? Ja, ik ben wel rustiger geworden. Ja. Hoe merk je dat zelf het meeste? Ik ben op een gegeven moment ging ik bij Ajax voetballen. Ja. En toen ik heb wel heel even daar in de buurt in Amsterdam gewoond. Maar op een gegeven moment ging ik weer terug verhuizen naar Twente. En toen moest ik elke dag over die A1. En toen dacht ik, ja, ik kan wel hier gaan zitten jagen en inhalen. En files natuurlijk en zo. Ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon als een oude lul rijden. Jij bent uiteindelijk rustiger geworden door het verkeer? Ja. Wauw. Het heeft geen zin. Maar als voetballer was je iemand die wel redelijk fel was, toch? Hoe zou jij jezelf beschrijven als voetballer? Eigenlijk ben ik achteraf was ik meer coach dan voetballer. Ik was eigenlijk niet zo'n goede voetballer. Ik kon wel een bal trappen hoor. En anders kom je ook niet bij Ajax en zo. Maar als je ziet die talenten waar ik mee heb gespeeld met Van der Vaart en Sneijder en Ronald de Frank de Boer. Dat soort jongens, weet je wel. Wauw. Maar ik was dan zeg maar degene die dat op zijn plaats zette en af en toe ook een beetje grof. Dus ook een beetje grof af en toe. Hoe bedoel je grof? Nou, in de mond. Grof. Ja, maar dat komt, dat zou je wel herkennen, in de sport. Je kan niet even een vergadering beleggen en een werkgroep oprichten om te kijken of we een andere koers kunnen gaan varen. Nee. Het is gewoon binnen een seconde. Godverdomme, maak die tackle, ja. Schiet die bal, ja. Hou je bek en door. Ja. Hoor je wat je zegt? Ja. Die GVD daarvoor? Ja. Nou ja, dat. Ja, maar als je dan uit het voetbal komt, is dat toch wel even een stap die je moet maken? Ik moest, dat was mijn grootste gewenning. Want ik ging, zeg maar, het tempo hoe ik trainde, toen ik stopte met voetballen, ging ik op kantoor werken. Toen dacht ik, nou dat tempo wil ik volhouden. Ja. Dus zo liep ik ook over de gangen en dan deed ik de deur open en dan gaf ik commando, snel. En ik was echt overtuigd dat dat een goede manier was. En na een maand kwamen er 1 of 2 heel voorzichtig naar me toe. Die zeggen, Jan, weet je wel dat we helemaal gek worden van jou? Blij dat ze het zeggen. Als we jou over de gang horen lopen, denken we, oh, daar komt hij weer. Ja. Hij zegt, en wat nog, en, dus daar schrok ik van, maar wat nog erger was, ze zeiden ook, en denk je dat we alles uitvoeren wat jij doet? Oh, nee, echt niet. Nooit meer, want ze gaan schoppen. Ja, ze denken van, nou, doe het lekker zelf. Ja. Weet je, de manier. Is kale gek weer. Ja, ja. We gaan het zo nog hebben over Expeditie Robinson. We gaan het hebben over wat je bij FC Twente hebt gedaan, maar ook als voetballer ondernemen. Ja. We moeten het natuurlijk ook even over de auto hebben. Ja. Want Lexus. Ja, Lexus. Ik train heel veel dealers. Mm-hmm. Hè, in Lauwman en Parkier. Daar valt autodealers? Ja, autodealers. Ja. Ja, maak dat er maar van. Ja. Nou ja, en zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Mm-hmm. En ja, ik rij heel veel. En het leuke is bij Lexus, dat wist ik ook niet, maar ze hebben Lexus One. En dat is een soort van lease abonnement. Mm-hmm. Dan, kijk, ik heb nou deze Lexus RX, omdat ik heel veel rij deze week. En dan vind ik het lekker om een comfortabele auto te hebben. Maar in de zomer kan ik hem omruilen voor een cabrio. En als ik alleen in Hengelo, waar ik woon, in Twente rijd, dan heb ik een heel klein elektrisch autootje. Echt? Dus die flexibiliteit, ja. Ik vond je kan gewoon wisselen steeds? Ja, ja. Wat voor auto's reed je in je Ajax-tijd?
Mitsubishi. En ik werd uitgelachen dat ik in die Mitsubishi bleef rijden. Want heel veel van die spelers, die, ja, maar gaat niet in de Mitsubishi rijden, weet je. Die kochten Ferraris en weet ik het allemaal. En, maar ja, en dat is ook wel weer lullig. Want zo'n voetbalclub, ja, die heeft zo'n heel groot leasecontract met zo'n merk. In dat geval dan Mitsubishi. En met de bedoeling om die spelers daarin te laten rijden, exposure te krijgen. Maar die spelers vertikten het om in die Mitsubishi te rijden. Die leasen er wel eens, maar die gaven ze aan hun nichtje. Ja, vooral als je voetballer bent, dan is dat natuurlijk iets waarvan je denkt, shit. Want voetbal, auto's, het is toch allemaal wel redelijk met elkaar verbonden, toch? Ja, heel veel wel. Ik heb er nooit wat mee gehad. Nee? Nee. Wie waren echt de autogekken waar je mee hebt gespeeld? Dat je echt dacht bij jezelf, oh my god. Mido. Zlatan. Die gingen dus wedstrijdje doen. Dan had er één de nieuwe Porsche gekocht. En dan stonden we onder de douche. En dan zat Mido zeg maar te vertellen. Ja, ik heb een nieuwe Porsche en zo. En dan zag Zlatan heel stil zijn haar wassen en zo. En de volgende dag kwam Zlatan dan met die nieuwe Porsche. Die, ik heb ook gekocht. Kijk. Maar hoe was het om op die leeftijd tussen zo'n gekkenhuis binnen te komen? Ja, ik vond dat wel heel erg leuk. Omdat ik werd ook een beetje als zeg maar de oudere gezien daar. Dus ze waren tegen mij ook nog wel heel, heel open en vertrouwelijk. Ik heb bijvoorbeeld met Zlatan op de kamer gelegen. Ronald Koeman was de trainer en die zei, ga jij maar bij de jonge hond liggen. Kijken of hij hem een beetje kan temmen. Was hij zo wild? Nou ja, wel heel erg van ik ben de beste en dat zie je nou ook nog wel. Hè. Nou wordt het een beetje, is het een beetje zijn merk geworden. Maar ja, als je dan een beetje met hem ging praten, dan merkt hij wel dat hij heel erg last had van de druk. Er was geloof ik 7 miljoen gulden voor hem betaald en dat kon hij niet waarmaken in beginsel. En, ja, hoe zullen ze in Zweden over me denken? En, hij wilde meteen presteren, terwijl hij 18 was. Ja. Dat is logisch dat het even het eerste half jaar niet zo goed gaat. Heb je dan nog wel eens contact met hem? Nee, nooit. Nee? Op een gegeven moment ging ik weg bij Ajax en hij stond in de gang en ik nam van iedereen afscheid en zo. Begon niet te lachen, want hij zag mijn tas met spullen, dus dat ik wegging. En even een knuffel. En die zei hij, bye bye Lambiek, I'm gonna miss you. Daar moest ik zo om lachen. En dat moeten toch zijn laatste woorden tegen mij zijn. Ja. Ik wil hem niet meer zien. Ja. Het is goed zo. Heb je dan ook echt voetballers waar je nog wel contact mee hebt van je Ajax-tijd of andere tijden? Want het lijkt altijd alsof die voetbalwereld zo onpersoonlijk is en dat het daarna uit elkaar valt en tabé. Ja, maar dat is zo. Ja? Ja. Want iedereen gaat toch zijn eigen weg. Zijn Michel Vorm ook. Maar het is wel leuk als je elkaar weer ziet. Ik werk nou weer bij Ziggo samen met Raffel van der Vaart. Nou, ja. Daar heb ik samen mee. Het was zo'n jochie nog. Bij Ajax gevoetbald. Nou, dan val je elkaar weer in de armen. Hey, hoe is het? En je verhalen weer over vroeger. Dus dat is een soort van, zoals je op school ook een reunie hebt. Maar je ziet een hoop van die jongens nu doorgaan in het voetballen. Trainer, coach, van alles en nog wat. Jij hebt gekozen voor een commerciële baan op een gegeven moment binnen FC Twente. Ja. Maar toch heb je nu wel weer redelijk afscheid genomen van binnen een voetbalorganisatie werken. Ja. Kijk, ik heb twee periodes bij Twente gewerkt. De eerste periode was 9 jaar, zat ik daar in het managementteam. En het was een hele succesvolle periode. De club ging helemaal omhoog, we werden kampioen, het stadion werd uitgebreid. Dus we moesten allemaal commerciële modellen. We werden in een gouden koets naar binnen gereden, alles kon en alles mocht. Ja, of we hebben de gouden koets gemaakt. Dat kan ook. Maar goed, en toen ben ik 5 jaar daar weggegaan. En toen in die 5 jaar ging die club, die gleed helemaal af. Met belastingfraude, was gepleegd, puntenaftrek. Allemaal foute boekhouding. Eén grote chaos. Ja. En iedereen was weg, werd ontslagen, moest weg of wat dan. En toen vroegen ze mij terug. En dat heb ik toen gedaan. Ik ben wel blij dat ik het mee heb gemaakt, want dat gaf mij wel het inzicht van, ja, nogmaals, je moet mensen op de goede plek gebruiken. En daarom ben ik mijn trainingsbureau van baas naar coach begonnen. Dat heeft me altijd gefascineerd, misschien herken je dat wel. Hoe krijg je nou, zeg maar, middelmatige spelers in een flow dat het boven zich uitstijgen? En andersom ook, hoe kan het nou dat je allemaal toppers bij elkaar hebt? En dat het niet werkt. Blijf met je zesje, 6,5 jaar, weet je. Het komt er niet echt uit. En daar heb je nu ook een soort van je doel in gevonden. Ja. Want dat zie je ook, hè, om meteen maar de overstap te maken naar Expeditie Robinson. Daar hebben wij beiden een beetje. Ik had zelf niet in de gaten dat ik dat ook meer in me had. Je ziet dat heel erg tussen Sterren en mij. Maar ook coachen naar wat we doen bij Expeditie Robinson. Ik was een speler op het veld als rugbyspeler. Die nog wel eens uit zijn vel kon schieten zoals jij. En die ook zo schold en zei van, ja, ik word hier in elkaar geramd. En jij bent 2,10 meter en je weegt 110 kilo. En je gooit je lichaam de godverniet in. En kijk mij met mijn mini lichaampje erin rammen. Wat ben je aan het doen? En nu merk ik dat ik wat ouder ben en de rust heb gevonden. Dus ook in Expeditie Robinson, om mensen te coachen. Ja. Meestal als ik zag dat mensen opbouwden geven, dan dacht ik bij mezelf, Mietje, daar geef je toch lekker op. Doe even normaal door, volgende. En nu denk ik, nee. Niet opgeven, want als je 2 seconden langer doorgaat, dan ga jij erachter komen hoe sterk je eigenlijk bent.
de vorige expeditie was jij heel erg van zelf aan het denken, aan jezelf. Nou, ja. En zo zie ik jou ook. En corrigeer me als ik verkeerd inschat, mm-hmm. hoor. Jij bent nou alleen maar met de ander bezig. Ja. Dat is goud. Ja. En dat voelen die anderen. Sterren, ja. ik zie, Sterren voelt dat. Hé, hij is met mij bezig. Maar dat is iets wat natuurlijk is gegaan. Ja. Als je daarnaar kijkt, hoe vindt zoiets plaats? Is dat dan leeftijd? Is dat dan ervaring? Ongetwijfeld speelt dat een rol. Maar ik zag in jouw eerste expeditie, jij was niet happy met jezelf. Volgens mij kwam je daar al tot de conclusie. Ja, ik heb dit niet goed gedaan. Nee. En toen kwam je bij Boerin Bertie. Ja. En toen gaf je dat ook toe. Ja, ja. Ik wil een nieuwe start maken. En dat deed je fantastisch. En je moet, want wat een hoop mensen denk ik niet beseffen in het leven, is het beste soms om weer terug te gaan naar nul. Ja. Met de billen bloot. En dat doet heel veel pijn. Hoeveel energie je misschien ook ergens in hebt gestoken. Dat is het beste om gewoon weer op nul te beginnen. Te starten. Ja. Jezelf compleet kwetsbaar op te stellen. Dat vooral. Alles te accepteren wat iemand over je zegt. Dat meenemen. Niet over alles te lang nadenken. Want dat heeft niet altijd nut. Maar het wel met je meenemen. Ja. En proberen te voelen. En daar maar weer vanuit te gaan. En het mooie is dat je dan ook weer gewoon heel hard op je bek kan gaan. Maar je kan dan ook weer starten. Ja. En ja. dat is een beetje waar ook bijvoorbeeld Day One voor staat. Elke dag een nieuwe kans om gewoon weer beter te worden in wat je doet. Het is vandaag misschien goed en dan kan het morgen beter zijn. Het kan ja. vandaag slecht zijn en dan wordt het morgen wel weer beter. Er is altijd een nieuwe dag één. Ja, leuk is dat hè. Als je denkt dat je er bent, begint het pas. Als je dan voor zo'n expeditie Robinson wordt gevraagd, zeg je dan meteen ja? Nee, dan ga ik wel eventjes eerst even informeren. Ja. En wat mijn kinderen, die al wat ouder zijn, dik boven de 20, die zeiden van, oh, dat moet je doen, pa, dat is echt iets voor jou. Ik denk, ja, toen ging ik wat uitzendingen terugkijken, wat afleveringen, dus onder andere waarin jij ook meedeed. En toen dacht ik, hé, dit is wel leuk. Het gaat over persoonlijk leiderschap, hè, doorzetten en jezelf tegenkomen, maar ook groepsdynamiek. Er zit één vervelend randje aan, vind ik, dat je teamleden achter hun rug om weg moet gaan stemmen en zo. Dat zou ik in het echte leven nooit doen. Dan ga ik het gesprek aan en probeer samen tot de oplossing te komen. Dan neem ik dat maar voor lief. En dan stap je dat eiland op? Hoe is dat dan? Is er dan pure paniek of denk je meteen, oké, hoe gaan we dit aanpakken? Nee, want ik heb me echt tot in extremis voorbereid. Ja? Ja. Wat dan? Ja. Heb je 8 dagen in een bos geleefd? Hoe moet ik het... Nou ja, het scheelde niet veel. Nou, ik ben heel veel zeg maar praktijkoefeningen gaan doen. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mensen die al deelnemer zijn geweest. Maar lichamelijk heb ik me ook extreem voorbereid. Dus ik heb een personal trainer in de hand genomen en ik ben zelfs op trainingskamp gegaan, zoals ik het noem. Dus 4 dagen in Amsterdam getraind. Elke dag trainen, alleen maar een bakje rijst per dag. Ja. Zodat ik vast die honger Echt? Voelde. Ja, ja, ja. Legend. Ja. Jij hebt gewoon al op rijst geleefd voordat we erheen gingen. Ja, ja, ja. Ja, ik wilde die pijn al voelen, weet je ja, wel. En dag 4 werd ik ook duizelig. Dus ik denk, oeh, dat is niet best. Nee. Daardoor stap je makkelijker dat eiland op. En wat was het eerste gevoel toen je dat eiland opstapte? Want Dat kan ik me herinneren, dat elke keer als je dan van, of nee, elke keer, ik heb 2 keer gedaan, dan van die boot afstap, dan krijg ik een soort van gevoel in mijn buik en denk ik, oké, here we go. Ja. Het lijkt bijna alsof de wedstrijd gaat beginnen. Ja, ja, ja. Had je dat ook? Ja, ja, ja. Ik vond het zo lekker, want ja, wij hebben dat natuurlijk achter ons gelaten, die topsport, die werken na een wedstrijd. En ik had niet het gevoel dat ik dat miste toen ik de afgelopen jaren. Maar toen ik weer die proeven deed, denk ik, ja, dit heb ik dus gemist. Ik zie het aan mijn kop, ik zie het, weet je wel, aan hoe ik met die anderen omga en zo, weet je wel. Als iemand dan zei van, hoe ik een beetje last van mijn been, dan zei ik, nee, heb je geen last van, kan niet nu. Nu kan het niet. Nu kan je nergens je kan last geen last van hebben. Nee. We gaan nu. Je bent nu een robot. Ja, ja. En ook met die, en ik zie mijn ogen weer groot, ik denk, oeh. Maar mensen begrijpen dat niet, hè? Dat je kan geen pijn hebben, je kan niet verzwakt zijn. Zelfs als je nu je rechterbeen verliest, dan moet je op je linkerbeen door. Ja. Je moet. Het is geen keus. Nee, er is geen keus. We kijken later wel naar dat rechterbeen. Ja. Dat verzorgen we dan wel een keer. Dat vind ik soms wel eens eng, dat je dus blijkbaar dat los kan koppelen of zo. Als voetballer had je dat ook. Want als jij een tackle moest maken en iemands been moest breken om de wedstrijd te winnen, dan zou je daarvoor kiezen. Ja. Zijn er dan momenten geweest bij expeditie dat je dacht, oké, dan moet ik hier niet naar boven laten komen? Want dit is wel een dingetje. Ja, ja, nou ja, die extreme inzichten, die kan je niet met jouw teamgenoten bij expeditie. Die hebben die topsportachtergrond niet. Het is oneerlijk om dat ook van hun te eisen. Maar het zit wel in je. Het zit wel in je, ja, ja, ja. Maar het is niet functioneel aan het team, dus dan moet je dat niet inbrengen. Heb je expeditie Robinson echt momenten gehad dat je dacht bij jezelf, dit is veel kutter dan ik dacht? Hey, ik heb wel echt momenten gehad dat ik het echt niet leuk vond. Maar dat ik echt dacht bij mezelf, wat doe ik hier? Ik heb betere dingen misschien wel te doen. Ik zit hier op een eiland te zitten. Ik dacht gewoon bij mezelf, het wordt weer een keer december. Oké.
Okay. Vorig jaar werd het ook december. Dus niet in het nu leven, maar nee. Je zat met jouw hoofd. Ik zat gewoon al in december. Ik zeg, jongens, waar maken we ons druk om? Ik zeg, want vandaag zit ik hier nu. Ja. En dan ga ik morgen hier weer zitten en dan ga ik jullie vertellen dat er een dag voorbij is. Ja. Weet je dat je dit ook heel goed kan gebruiken in het dagelijks leven als je een slechte dag hebt? Ja. Het wordt weer een keer. Het wordt weer december. Een keer goed. Ja. Heb je dat in het voetbal nooit gehad? Heb je al eens gehad dat je in het voetbal dacht, ik ben er klaar mee, ik kap er mee? Wat is dit voor kutsport? Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Ik heb last gehad van faalangst. Dat ik echt dacht van shit, we moeten vandaag voetballen. Helemaal geen zin in, man. En na een paar weken dacht ik, hè? Maar ik vind voetbal heel leuk. Ja. Daarom ben ik begonnen met voetbal als klein joch. Want je hebt ook niet door dat je faalangst hebt. Je denkt, oh, ik ben wedstrijdspanning en zo. Maar dat ging zo erg doorslaan dat ik gewoon slecht sliep voor de wedstrijd. En na een half uur ook niet meer kon voetballen. Was ik echt helemaal verzuurd en zo. Ik dacht, shit, je moet er nog een uur, man. Terwijl ik door de week ook wel 3 keer per dag trainen. Toen al ben ik zeg maar boeken gaan lezen over wat gebeurt er allemaal daarboven in die bovenkamer, wat je kunt sturen. En daar geef je nu een hoop jong talent, sporters en mensen in bedrijfsleven, die geef je daar training in. Ja. Hoe ze mentaal sterker kunnen worden of in ieder geval een stap vooruit kunnen zetten. Ja. Nou, met name jonge voetballers, die komen dan, of hun ouders, hè, die zien hun kind veranderen, die kloppen bij me aan. Kijk, je komt ergens op een plek, hè, je bent bijvoorbeeld een hele goede verkoper. Nou, dat bedrijf groeit en zo. Dan denken ze, oh ja, nou ga jij maar leiding geven, want jij bent goed in je vak. Er komen hele andere dimensies bij kijken. Dus je bent enerzijds een goede verkoper kwijt en twee, je hebt een slechte leidinggevende. Ja. En drie, nog, misschien nog wel belangrijker, die medewerker, die heeft het ook niet naar zijn zin op die plek. Die loopt tegen allerlei weerstanden op en die gaat weg. Dus je komt in een soort cirkeltje terecht en dat is doodzonde. En is dat iets wat je dan ook mee hebt genomen uit het voetbal? Dat je bijvoorbeeld de Mido's, de Zlatans, de Dani's, de Rafael van der Vaart, de Wesley Sneijders heb gezien, die misschien mentaal ook wel eens het zwaar hadden. Ja, maar daar heb ik met name meegenomen dat elk individu is echt uniek. Oké, laten we eens die voetballers pakken. Ja. Want dat is een goed voorbeeld over hoe je ziet hoe je mentaal uniek bent. Als je mentaal Zlatan zou mogen omschrijven. Zlatan is alleen maar bezig met Zlatan. Echt een individu binnen een teamsport. Ja. En als je dat met elkaar weet en je hebt het daar ook over met elkaar, van joh, weet, als je bijeenkomst hebt met het team, kan die zomaar niet opkomen daar. Sterker nog, je kan beter met elkaar afspreken, jongens, we gaan het dan met elkaar doen, slaat dan. Wil je erbij zijn of niet? Een hele andere is bijvoorbeeld weer Maxwell. Ik weet niet of je die kent, ja, die was linksback, Barcelona, Italië, nationale elftal, Brazilië en zo. Altijd stil, volgde getrouw alles op en zo. Maar hij heeft ook gevoel. Maar die zal het nooit vanuit zichzelf uiten. Slaat dan wel. Die roept alleen maar van ik wil dit en ik wil dat. Dat vind ik trouwens sowieso hoor. Stille krachten binnen een team, die worden heel weinig gebruikt. Ondergewaardeerd. Ja. En als je dat nu in Expeditie Robinson bekijkt, heb je dan mensen die je ook hebben verbaasd? Nou, je hebt bijvoorbeeld Robert Rodenburg. Daar begon ik mee op Kamp Zuid. Is wat stiller. Wat rustiger, trok heel erg met Dianta op en zo. En dat liet ik ook in de eerste paar dagen. En later dacht ik, ik ga eens met jou praten. Volgens mij zit er veel meer achter jou. En toen raakten we in gesprek en zo. En toen merkte ik ook dat hij veel meer winnaarsmentaliteit had dan hij uitstraalde. Veel meer proactief was. En ik vind eigenlijk, en nu zie ik de uitzending terug, ik denk, hé, ze laten dat eigenlijk nauwelijks zien. Ja. En de tweede is Defano. Bij ons was hij wat stiller. Die gozer is intelligent, jongen. Slimme jongen. Ja, die is echt slim. Dan sprak ik van tevoren af, stel er komt een rekenproef. Nou, wie is dan goed in rekenen? Nou ja, dan staken er 2 of 3 een vinger op in hoofdrekenen. En hij keek alleen maar een beetje naar beneden. Zo zei ik, Deffy, hoe is het bij jou? Ja, daar ben ik wel heel goed in. Die zou dat nooit van zichzelf zeggen. Ja, ik ben daar heel goed in. Dat vindt hij lastig. Ja. Die was fucking slim, jongen. Die werd echt onderschat. Het is leuk dat je dat zo mee kan nemen. Ja, dat we ook die inzichten krijgen nu. Mensen zien dit helemaal niet. Ja. Ik wist niet dat Max wel zo sterk was. Ik weet wel dat Zlatan zo praat, maar is die ook zo? Ja. Van die dingen die je van dichtbij moet meemaken om het te weten. Ja, dat vind ik ook leuk. En dat moet ik wel. Jij hebt wel wat grove tackles in je leven gemaakt. Ja. Zitten er wel wat tussen? Heb je er eentje waarvan je denkt, oh, die had ik beter niet kunnen maken? Ik vond de meest pijnlijke vond ik nog na mijn carrière. Toen ging ik op de commerciële afdeling van Twente werken. We gingen op trainingskamp. En aan de afsluiting van het trainingskamp, er waren ook wat sponsoren mee, gingen we een onderling wedstrijdje spelen. En de fysiotherapeut, waar ik ook nog mee had gewerkt in de tijd van voetballen, die was bij de tegenpartij. En die liep met de bal te dribbelen en ik maak een slijding. Geen grove tackle of zo, maar wel gewoon een slijding. En ik had de bal ook. En ik raakte licht zijn been. Maar... En hij hinkte wat. Daarna werd uitgelachen door, stel je toch niet aan. En zo. Op een gegeven moment, na 5 minuten hinken, liep hij toch naar binnen. En
In één keer komt de dokter naar buiten. Zegt, stop, stop, bel een ambulance, hij heeft zijn been gebroken. Ik denk, fuck, dat ben ik dat, joh. Ik denk, ik moet echt stoppen. Want ik kan nooit een wedstrijd spelen zonder een sliding te maken of zo. Ik zie die bal, ik kan er niet bij. Ik doe dat toch. En daar had ik echt spijt van. Hey, Jan van Alst, wat gaat hij de aankomende jaren doen? Zijn eigen bedrijf, van baas naar coach, verder uitbouwen. Een onderdeel daarvan is, ook met de ervaring van Expeditie Robinson, dat ik een expeditie van baas naar coach ga organiseren. Vet. Een hele dag waarbij 32 leidinggevenden, managers, directeuren bij elkaar komen en constant uitgedaagd worden op het gebied van leiderschap en teamsamenwerking. Dus enerzijds een paar proeven, maar dat wel constant koppelen aan allerlei leiderschapsstijlen. We hebben ook experts ingehuurd, die reflecteren dan jouw gedrag en zo. Dus je wordt in één dag word je helemaal dat je denkt, dit doe je niet, gewoon dat kan beter, gebruik dit model eens. Gaat een beetje pijn doen? Het gaat even pijn doen, ja. Ja, ja, het is veilig, hè? Het is samen met elkaar. Iedereen is daar kwetsbaar. Ja, dat wordt wel heel erg leuk. Wordt dat. Maar jij dan, zou jij geen coach willen worden? Ik wil heel graag coach worden. Ja. Ik wil heel graag coach worden. Ik wil heel graag doen wat jij doet. Alleen, ik vind het moeilijk om daar naar voren te stappen. En mensen, zoals we hebben het er even over gehad, ook buiten dit om. Ik wil niet een goeroe worden. Maar ik wil wel mensen daarin eventueel adviseren, helpen en vooruit brengen. Wat ik zie al bij Expeditie, hoe jij sterren ook vooruit stuwt. Nou, dat hebben we net al over gehad. Over het, zeg maar, het ondersteunen en het denken voor haar. Misschien moeten we de kale kopjes bij elkaar steken. Ja man, gaan we een keer doen. Ja, dat was hem weer. We hebben veel geleerd. Ga het even checken. Van baas naar? Coach. Van baas naar coach.nl. Ga het even checken. Mocht je daar wat van denken, laat het ons even weten in de comments. En vergeet niet te abonneren. Dit was Day One. Vergeet Jan van Alst niet te volgen op Instagram. Gooi hem gewoon in beeld. Wij gaan er vandoor nog heel even praten en sparren over hoe we misschien mooie dingen kunnen doen in de toekomst. Ciao. Later.